net buiten bezig bent om het een en ander uit je auto te halen. En je berging aan het opruimen bent. En het begint te hagelen. Leuk. Ah, wat een kut. Zoals René vanmorgen al stuurde. It's beginning to look a lot like weer. Ja, top. Daar is die hoor, de big man. Ik heb een tijdje management ook van Bibi gedaan. Spannend zeg. Ja, kom hè? Ja. Zo'n rustgevende muziek gelijk. Ik zal het wel prettig. Ja, even zen. Het is het enige wat een beetje zweverig klinkt. En voor de rest is het gewoon een hele leuke show, niks zweverig. Nee. Alles nou zo makkelijk slipt, hè? Ja. Ik zal me even voorstellen, trouwens. Ik ben Sergio. Hallo, Mary. Ik ben Henk. Jos. Jos. Okay. Wat is de reden dat je bent vanavond? Het is interessant om het een keer mee te maken. We hebben hem wel op televisie vaak gezien en ik zie hem in de omgeving. Maar het meemaken is wel het nieuwsgierig wat daarachter zit. En of er werkelijk iemand naar voren wordt dat hij iets doorkrijgt. En hij hoopt altijd voor jezelf natuurlijk. Ja, hoopt maar ja, dat is, ik hoop wel dat ik... iets te horen krijgen, zeker van mijn moeder. Het is vandaag niet, ook officieel de verjaardag geweest. Ja. Vandaag. Oh, wauw. Ja. En ze is nu 8 jaar overleden, dus het is allemaal met die 8. Wat is uw connectie allemaal? Nou, wij zijn 2 zusters. Ja, daar heb ik even spijt van, jongen. Want je krijgt er niet één, hè? Je krijgt er gewoon alle twee. En dan komt hier uit de buurt? Zoetermeer. En heeft u er altijd in geloofd? Ja, ik ben ooit eens 23 jaar geleden privé bij Peter van der Werk geweest. Mijn sessie. Zou het een knappe, donkere man ontmoeten? Ja, echt waar? Er is wel heel veel dingen uitgekomen. Ze staat op een gegeven moment niet bij stil, maar eigenlijk wat hij dus toen gesproken heeft, het is nog na 10 jaar, was het ook zo. Echt waar? Ja. En dan eigenlijk vergeet je dat en op een gegeven dat moment... Dat was ik, hè? Hè? Ja. Van, echt exact. Mooi. Maar zouden jullie een specifieke vraag willen stellen? Hebben jullie iets, een onbeantwoord iets? Of zijn jullie gewoon nieuwsgierig met hoe gaat het met hem? Ja, wel weten wat ik zou vragen. Ze is nu 8 jaar dat ze overleden is. Ja. Ja, wij houden van kaarten en bij ons thuis gaat het. Wij elke vrijdag ook mijn moeder ook altijd kaarten, totdat ze niet meer kon. En wij doen het en bij mij thuis gaat ook de lamp gaan en zo maar doen mee met kaarten. Ja, echt heel grappig. Leuk hè? Ja. Nou, heel veel plezier in ieder geval. Ja. En nee, die verkent goed tussen de zaal. Even zien. Ik dacht even dat het mijn moeder was. De dames en heren die een bal hebben gevangen ontvangen, die mogen hem even laten zien. Je mag met de bal voorkomen en dan mag je bij Paul of Mariska je foto op voorhand inleveren en luisteren. Het gaat erom als je een klein fotootje hebt of een sieraad, dan krijg je een bonnetje erbij. Een bonnetje moet je bijhouden, dan is het makkelijker het omroepen van welk nummertje we mee bezig zijn. Kom even naar voren en zorg
dat je een foto inlevert waar de ogen duidelijk of zichtbaar zijn, of een sieraad, of voorwerp die u zelf niet heeft gedragen als die van de overleden toekomst is. We hebben wel vandaag twee mega bekende wereldberoemde vloggers bij ons. Vloggers zijn een vlogger. Dat betekent dat u op afstand wordt gefilmd. Als u dat niet wil, moet u even uw ogen dicht doen. Dan zie je het niet. Onder de stoel hebben we zwarte balkjes. Dus als je die niet op de film wilt maken, moet dat balkje voor je ogen houden. Voor Peter van der Hurk loopt het dood en leven al door elkaar sinds zijn 13e levensjaar. Iemand die nog zoveel in zijn leven moest doen. En aan iets nieuws zou beginnen. Hij had nooit verwacht dat hem dit zou overkomen. De enige vraag is natuurlijk, is dit echt? Ziet en hoort Peter echte dingen die hij niet kan weten? In het tv-programma Zesde Zintuig laat Peter van der Hurk elke keer weer zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik ben blij dat die mensen hier gekomen zijn. Ik zie dat onze chagrijnen waren die leven plaats. Beter ze. Wie heeft mij nog nooit in de zaal aan het werk gezien? Die hebben niks gemist. Hoe is die? Is dat een klein zo? Oh, nou ja, stel me zo'n stukje. In de hoofd te wij noemen dit een nieuwe tijdskind. Dat kind is supergevoelig, is angstig in het donker, wil ook het liefst bij mensen op de huid zitten. Hij heeft houdbaarheid, darmpjes zijn niet goed gevormd, dus hij zei, en ze heeft huidproblemen. Dus hoe heet dat, eczeempje of weet ik veel wat dat is, dan moet je aardappelsalf op doen. Ze heeft ook drie dingen in de kist meegekregen. Na de dood is er ook een wensballon de lucht in gegaan. Die ging gelijk poep linksaf. Ze ruikt heel lekker. Dus jij kan thuis komen en denken, ik ruik dat. Dat is ook zo, dan is je thuis. Ik zie een man bij jou in een blauwe pak, een beetje buiten, maar ik ga erop. Ja. Wie had het gedaan? 189. 189. Weet je lullig om te zeggen, maar deze vrouw is voor de kinderen vader en moeder tegelijk geweest. Wie heeft er van de haar geknipt? Wij hebben niet, maar ja. Ze hebben het wel overlaat, dat is waarheid, hè? Ja. Ja. Ziet er niet uit. En ze heeft er dus. En ik wil een klok slaan die niet slaat. Dus er is een klok waar een slag in zit. En die slag staat stil. Die is afgezet. Vraag even je zus. Daar weet ik niet zo uit. Weet jij het? Dat is echt waar. Oh ja, ik weet het. Kijk! Oh ja, moet je nog boos hebben? Mevrouw, ik heb witte rode en een gordel boos. Wat wil jij? Witte, huppakee. Ik ben helemaal verkeerd. Ik leef heel vaak terug. Je zit met jezelf in een periode gehad dat je behoorlijk in de knoop hebt gezeten. Eigenlijk doe je nu zomaar iedereen die jou probeert te veranderen. Dus je houdt ook niks van heel veel mensen om je heen. Je bent een perfectionist in wat je doet, maar je bent blind voor de dingen die je moet zien. Snap je dat? Ja. Wat loop je door? Betekent voor hemzelf dat hij heel veel energie heeft die hij niet kwijt kan. Daarom kan hij ook heel agressief op dingen reageren en is ijzersterk in zijn handjes. Meneer, ik heb aan deze wastekening, kan ik vertellen wie u bent? Hoe heet u? Dat zag ik er al in. Kan niet wel? Dit heeft u gemaakt. Dit wil zeggen dat jij één zware depressie achter je hebt liggen. Had ik nog maar dat, had ik nog maar zo zacht. Ligt er keurig bij.
En deze vrouw heeft dat dood ook aan voelen zien komen. En die kon niet meer. Dus die kon gewoon niet meer. Ja? Wij zijn allemaal egoïsten. Als wij iemand hebben die ons dierbaar is en die dreigt heen te gaan, gaan wij ineens bidden om een wonder. Want we willen die persoon niet kwijt. Maar we vragen nooit aan die persoon, wil jij eigenlijk zo blijven? Wat doet de geest? Die doet het licht lopen klooien, geur afzetten, tikken, noem maar op, van alles. En dat doet hij niet om je te pesten, maar dat doet hij om te laten zien dat hij er is. Dat doet je opa, bij jou of je vader, weet ik voor wie het is. Die doet dat ook. En als je, heel veel mensen worden daar bang van. Maar als je gewoon zegt, ik weet dat als je er bent, houd het ook op, dan gaat hij niet weg. En een kind tot 12 jaar is daar heel erg vatbaar voor. Je hoort ook wel eens dat een dokter zegt, nou ga de familie maar waarschuwen, want dan komt de dag niet meer door. Ze blijven net zo lang leven tot er iemand uit het buitenland er is. Iemand die doodgaat, bepaalt zelf wie daarbij is van wie die afscheid. Dus jij bent daarvoor bespaard gebleven om die doodsplitting op jullie af je netvlies blijven staan. En ze is ook voor eeuwig in metaal wat ik aan mijn hand heb. Dus ik kan een ring wezen, een kettentje wezen, een armbandje wezen, voor wat. En ik zit in metaal, zit mijn kopje. Dus mijn kopje is gegraveerd in het metaal. Ja, ketting. Wie is José? Mijn moeder. Oh, daar wouden we het nou net niet over hebben. Ik ook niet. Sorry. Jij wel, zeg ik niet. Ik kom hier weer te staan. En ik ben ook ontzettend blij dat ik vanavond mijn vrouw hier heb. Dit was alles net gebeurd. Zo, het was gewoon raak. Hij heeft jullie eruit gepikt. Ja. En het was, klopte het? Het klopt helemaal. Ja? De vraag waar ik eigenlijk mee zat, heb ik het goede antwoord op gekregen. Want wat was dat? Door of mijn moeder de rust had gevonden. Ja? Nou, die heeft ze. Gelukkig. En al dingen wat ze erbij vertelde, nou, het klopt echt, was een bus. Het was echt een moeder en vader al klein. Ja. Ze heeft eigenlijk ze uit als dat ze hoorde, die is altijd opzij gezet. Want een ander was belangrijker dan zij zelf. Ja. Dus dat, ja, daar kwam hij allemaal mee naar voren. En ook met het haar knippen. Met het haar knippen. Ja, daar hoorde ik iets over. Zij wisten het niet meer. Overleden. En toen hebben wij haar zelf gewassen. Ja. En haar gedaan, maar we kregen die voorlok niet helemaal goed. Hij zei ook, het zag er niet uit. Ja. Toch als grapje? Ja. Het plukje wat in de weg zat, dus dat knipte het weg, maar dat was ik vergeten. Wat goed. Zij wist dat wel. Ja. Ja. Ja, toen kwam hij ook na dan nog met een klok te stilstond. Ja. Toen moest ik even over nadenken, maar ze had een klok in huis en daar werd ze s'nachts wakker van. Dat is zo'n bimbamklok. Ja. En die heeft ze ook stilgezet, want dat had zeker maar last van. Ja. En dat is die klok die stilgezet werd. Precies, bijzonder. Ja. Daarom zeg ik, alles wat hij, waar hij uit zijn eigen mee kwam, dat klopt exact. Ik kwam dacht dat ze geen foto bij had, maar je moest wat hebben. Dus hij had een bal gevangen. Ja. Dus ze gaf hem aan mij. Dus ik gaf een foto. Ik had alleen een foto van mijn zoon en mijn kleindochter bij me. En toen dacht ze dat ik eigenlijk alleen vragen wou stellen over mijn kleindochter. Want ik vroeg, is dat erg dat ze er samen op staan met mijn kleindochter? Ja. Toen heeft ze mijn zoon afgeplakt. En eigenlijk wat hij vertelde over mijn kleindochter, met haar darmpjes, met de oren, heel gevoelig meisje, niet willen slapen in de eigen bed, altijd tussen de ouders in willen liggen. Nou, het klopte allemaal gewoon. Ja. En met mijn zoon ook met zijn werk, best wel heel veel problemen gehad. En nou, exact. Ja. Toch op een gegeven moment haalde hij toch, dat nummertje weg. Ja. En van nou, van wie is dat? Ja, mijn zoon. Ja, dus dat ja, echt wel weer echt heel bijzonder. Ja. En ook allebei. Toevallig. Echt, ja, mooi. Die aan de beurt zijn gekomen. Ja, ja. Bijzonder. Een hele mooie ervaring. Nou, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie. Geen roos. Ontzettend bedankt. Heb je geen roos? Zo. Ben je ja, dan dood niet. Ja? Ja. Wat voel je dan?
zo'n avond hebt gehad? Dan ben ik helemaal leeg en ook emotioneel. En bepaalde dingen die onthoud ik dan. Dus met de kindje zo, dat spreekt me dan aan. Ja. En dan, die flauwe grap is ook om mezelf een beetje in evenwicht te houden. Ja. Ja, want hoe uit die gedaantes in jou, hoe komt dat bij jou binnen? Hoe kan je eruit leggen? Jawel, als ik een foto of voorwerp beet pak, dan beleef ik dat zelf. Dus als ik iemand dood zie gaan, dan kom ik het eigenlijk zelf dood. Ja. Dus als ik zeg, iemand heeft het heel benauwd gehad. Iemand heeft het heel benauwd gehad, dan voel ik dat zelf. Ja. En dat is, als jij dan zegt van iemand zegt of iemand, is dat dan, hoor je dat dan in gedachten? Ja, of zie je ik zie hem horen, ja. Oké. Dus ze zeggen echt dingen. Dus ze gebruiken mij als een soort, tolkje, zeg maar. Ja. En je vertelt het ook wat? Als ik terugdenk wel, ik ben zelf moeilijk op voetbal geweest. En denk ik dat daar wel mee te maken heeft. Dat je dat juist nog niet hebt gemerkt vanaf een bepaalde leeftijd? Of, ja. Want je vader deed het ook? Ja, mijn vader deed het ook. En als we weer terugkijken, mijn vader was 37 toen hij ermee ging werken. Ik was ook 37 toen ik ermee ging werken. Mijn vader is op zijn 41ste jaar naar Amerika gegaan. Alleen is vergeten terug te komen. Oh. En ik ben ook op mijn 41ste naar Amerika gegaan. Dus ik werk dus veel in Amerika. Oké. Okay. Doe je nog steeds? Nou, niet zoveel meer. Ik doe helemaal niet zoveel meer. Ik heb zoveel energie. Ik ben een paar jaar geleden heel erg ziek geweest. Ja. En dat wijd ik ook aan mijn werk. Ja. Dus ik vind het ook steeds emotioneel moeilijker. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En hoe ervaar je het toen je vader... Hoe stond jij er tegenover? Nou, ik had in mijn eerste politiezaak gedaan met succes. En toen zei ik dat tegen mijn vader en toen kreeg ik het antwoord van... Jongen, je vader heeft toch al zoveel gedaan, denk ik, afstiek. Ja, precies. Ja. Maar geloofde hij het gelijk? Geloofde hij je vader? Of had je zoiets? Nee, ik heb er nooit in geloofd. Nee. Alleen ik heb mijn vader een paar keer aan het werk gezien dat ik dacht van hoe durf je het te zeggen, hoe durf je dat te doen? En dan vroeg ik aan mijn vader, ik zeg, hoe doe je dat nou? Dan zegt hij, it's like a TV screen in my head. En toen kwam ik terug in Nederland en toen dacht ik, hoe doet hij dat nou? Ik wilde ook wat van weten. En toen zei hij ook, jij gaat het ook doen. Ik dacht, joh, dat kan ik toch helemaal niet. En toen kreeg ik van mijn zus een boekje van de tarot. En van mijn zus kreeg ik een kaartspel. Toen ben ik dat gaan leren. En daar schaamde ik me toen veel voor. En toen had ik me een keer zo druk gemaakt. Ik heb een tekening gemaakt en mijn vriend ging weg voor een vriend van mij. En die ging weg. En toen was ik heel verdrietig dat ik me heel belachelijk had gemaakt. En toen kwam hij terug. Toen zegt hij tegen Miri, hij is niet van deze planeet hoor. En precies had hij een luchtfoto meegenomen. Precies wat ik getekend had stond op die luchtfoto. En zo ben ik eigenlijk gaan leren zien. En dat ontwikkel je dan steeds verder. Maar is het niet zo dat niet iedereen ervoor is weggelegd? Nou, iedereen heeft een zesde zintuig. Alleen wij zeggen dat is toevallig, maar toeval bestaat. Nee. We hebben het eigenlijk allemaal, alleen bij de ene is het sterk ontwikkeld als bij de andere. Ja, want het zal ook zijn dat je er of voor open staat of niet voor open staat. Als ik naar mezelf kijk, ik heb nog nooit iets gezien of meegemaakt. Het lijkt me heel moeilijk als je iets nog nooit hebt ervaren. Omdat je natuurlijk hebt zoiets van, hoe kan dit? Maar als je het zelf nog nooit hebt gezien of meegemaakt, om daar dan... in te geloven, zeg maar. Ja, maar je hebt nou voor het eerst denk ik een show gezien. Ja. Ja, ik zeg dingen die ik echt niet weten kan. Nee, precies. Maar je denkt van, hè, hoe kan dit? Maar toch, als je het nooit ervaren hebt, dan... Maar dat denk ik zelf ook, hè. Van kijk, als ik aan het werk ben, dan weet ik ook niet wat ik doe. Dan word ik echt gestuurd door mijn mensen, door hen. Door Mariska heeft een hele belangrijke functie daarin. Ja. Die fluistert ook dingen in mijn hoofd. Je bent te lang bezig. Je doet dit, je moet daar naartoe, je moet daar naartoe. Ja. Ik heb daar geen bedoel van. En van mijn humor heb ik dan ook geen benoemd. In de pauze dan word ik ook echt teruggefloten door verschillende mensen. Je bent geen entertainer, je moet wat serieus doen. Dan weet ik niet dat ik te flauw ben geweest. Ja. En je andere passie, zingen? Zingen, ja. Ik ga meedoen met The Voice. Dat was geen grapje. Nee. Dat is echt. En, ja, leuk man. Ja. Super stoer. Ik hoef niet te winnen. Maar gewoon het idee om mee te doen. Ja. Vind ik wel leuk. Ja. En ik heb nog meer hobby's. Ik ken met zingen een heleboel kwijt. En met bootje vaak, ik ben op een boot. En ik goochel ook. Ik speel natuurlijk al jaren, dat weet je zo, Sinterklaas. Dit jaar heb ik er niet veel aan gedaan, omdat ik natuurlijk met Miri zit. Ja.
Ik heb het een klein beetje gedaan, want ik vind het altijd heel leuk om te doen. Ik mis dat gewoon. Ja, ja, gewoon even de luchtige doen. Ja. Even de, ja. Kan jij je er wel voor afsluiten? Jawel, juist doordat ik de show doe, dan kan ik de gedachten verzetten. Als je thuis gaat zitten, alleen maar pieken. Ja, ja, precies. Dus wij pieken er niet. Nee. Quality time. We gaan door en genieten. En kies je nou zelf, kun je dat enigszins kiezen, bepalen van nu wil ik readen en nu niet? Ja, dat is dus geen aan- en uitknop, maar met zo'n show ook, daar bereid ik me eigenlijk smiddags al op voor. Op rust nemen, ben ik een paar uurtjes naar bed gegaan, want ik moet presteren. Ik moet namelijk altijd presteren. Ja, zwaar. En dat is als die voorwerpen die op tafel worden gelegd, zoals ik in het begin, dat is eigenlijk me over de drempel heen. Ik pak over dingen waarvan ik zeker weet dat ik goed zit, anders pak ik ze niet. Dus dingen die niet veel zeggen, ga ik ook niet pakken. Nee. En het moeilijkste van in de zaal voorwerpen aanpakken is, je weet niet wat je krijgt. Nee. Je weet niet of iemand overleden is en dan moet je heel snel schakelen. En daar gaat het. Dat is eigenlijk het moeilijkste van wat ik doe. Ja. Want hier kan ik het zien, maar in de zaal weet ik nooit wat ik krijg. Kan je nog even een keuze maken? Ja, ja, ja. Weet ik nooit wat ik krijg. Dingen die te dichtbij jou staan? Nee, net zoals naar Meri zie ik niet, want dan ga ik uitleggen zoals ik het zien wil. Precies, ja. Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen die te dicht bij jou zitten, daar kan je eigenlijk niks over. Nee, ben ik niet objectief. Nee. In tijd zit ik er heel vaak naast, want het werk wat ik doe is tijdloos. Ja. Ja. Dus als die man die sceptisch was, dat vind ik dan weer een uitdaging om te doen. Ja. Of hetzelfde geld pakt het helemaal verkeerd uit. Want hij gaat natuurlijk geen ja zeggen als nee is, hè? Dat is ook wel gebleken. En hoe hard hij dat dan ook zegt, nee. Ja. Dan ja. Ga ik toch door, dan win ik hem toch. Ja, ja, precies. Ja, ik vond het, maar ik vond het wel mooi van hem dat hij durfde te zeggen van, goh, ik heb mijn emoties een beetje weggestopt. Ja. He, dan zo'n stoere fan die daar zit een beetje. En dan toch durfde te zeggen van, ja, na de dood daarvan, dat vond ik wel mooi. Ja. En de mensen om me heen zijn heel belangrijk voor me. Ik ben natuurlijk heel gevoelig voor sferen. Net zoals Jerry heb ik heel veel aan, Risk heb ik heel veel aan. En het moet ook echt lopen zoals ik het wil, want ik raak eigenlijk als het ware in paniek. Ja. En ik heb het vervelende van mij is dat ik overal een vinger in de pap wil hebben en altijd weer wat loopt te zeiken van dit moet zo of dat moet zo. Ja. Ik kan het niet loslaten. Ik kan niet binnenkomen en zeggen van nou ik doe niks. Nee, het moet graag gewoon zijn zoals je verwacht. Ja. En het zand wat er stond, er is iets gebeurd. Maar dat ben ik vergeten te doen. Daar kan je je hand in zetten en op de manier waarop je je hand zet, kan ik ook voorspellingen doen. Dus, nou, dat kun je ook leren, dat is een stuk psychologie. Iemand die zijn hand zo erin zet, dat is een heel open persoon. Iemand die zijn hand zo erin zet, laat niet los. Die klauwt, die verdapt. En zo kan je bijvoorbeeld aan de rimpels die in het zand zitten, kan je dingen aflezen. Kijk, eigenlijk is helderziendheid, zandlezen, handlezen, de oudste vorm van helderziendheid. Je doet het zelf namelijk ook. Als je langs de vloedlijn loopt, zomers, en je ziet voetafdrukken staan, ga je je eigen voet er ook in zetten. Ja. En dan ga je er een persoon bij zien en voelen. Alleen wij denken er niet bij na. En dat kan ook in de hand in het zand. Maar je ziet dan in de zand zelfs de rimpels? Ja. Je moet, als je dat wil ervaren, moet je het even vragen. Wie je dat, ik doe niks meer, maar of wie je dat even bij je wil doen. Ja. Dat is echt heel erg. Moet dat even doen? Ja, kijk wel. Moet je doen of wat? Nee. Wat moet je doen? Je moet eigenlijk het zand zo doen, zoals je denkt dat het goed is. En dan zo je hand erin.